Ja, fijn. Het gaat vandaag met 0-3 onderuit in de Kuip. Hoe heb jij dat gezien? Ja, geen goed voetbal. Dit is Feyenoord niet waardig. Ik vind het gewoon slecht eigenlijk. Waar komt dat door, denk je? Ik val natuurlijk pas in de tweede helft in, maar je ziet het vanaf de zijlijn. Waar gaat het op mis, denk je, bij Feyenoord? Ja, ik zou het echt niet weten. Ik denk gewoon dat we niet scherp genoeg waren. Omdat we elkaar op de kop moesten geven als het niet goed ging. Dat hebben we denk ik niet gedaan. Dat heeft Jaap Stam denk ik na afloop ook wel gedaan. Ja, dat heeft hij ook wel gezegd. Omdat we duidelijk naar onszelf moeten kijken. Wat zegt hij dan nog meer? Gewoon dat we met de groep moeten praten. Gewoon over ons ook al niet verder, onze spel. Het moet verbeteren. En wat voor sfeer hangt er dan na afloop in de kleedkamer? Ik denk natuurlijk een grafstemming. Maar wat wordt er tegen elkaar gezegd? Zeg jij bijvoorbeeld ook wat? Nee, ik nog niet. Ik denk dat we morgen pas echt gaan praten over hoe, wat en hoe. Toen je inviel, je stond er natuurlijk al achter op dat moment. Wat denk je dan? Heb je dan nog het gevoel van ik kan de wedstrijd keren? Of ben je echt aan trekken aan een dood paard, om het zo te zeggen? Ja, natuurlijk denk ik gewoon een doelpuntje maken, een sfeer omhoog te brengen. Een team ook op sleeptouw nemen dan. Maar uiteindelijk loop ik iets achteruit. Maak ze 3-0 en ja. Mag Feyenoord en het publiek dat al van jou verwachten? Want je bent ontzettend jong. Ja, natuurlijk. Ik ben een spits en ik moet gewoon scoren. Alleen als het eerste doelpunt valt, komen de rest wel vanzelf. Val je dan ook in met druk op je schouders? Of? Oh nee, joh. Dan heb ik er geen druk of iets. Nee, heb jij geen last van? Nee, zeker niet. Hoe nu verder bij Feyenoord? Want ja, jullie staan er niet al te best voor. Je eerste nederlaag weliswaar, maar al heel veel gelijke spelen. Veel verliespunten dus. Plek 3, is dat nu het doel voor jullie? Of hoe zie jij dat? Ja, ik denk plek 3 is wel gewoon haalbaar. Dat denk ik. Moet ook, zeker. En dan denk ik gewoon naar zaterdag. Wanneer spelen we? Zondag tegen Twente. Zondag, dat we tegen Twente, ja. Dat het gewoon recht moeten zitten. Ja. Gaat ook goed komen. Ben ik wel overtuigd. Je staat als een jongen hier met heel veel zelfvertrouwen. Die er ook volgens mij heel veel zin in heeft. Maar mogen we al zoveel druk op jouw schouders leggen dat jij Feyenoord 1 dit seizoen gaat redden? Want eigenlijk weet ik ook niet echt wie het verder anders moet doen. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Als ik meer minuten kan krijgen, dat ik mezelf kan laten zien. Hoe gaan die gesprekken bijvoorbeeld met de trainer daarover? Ja, gewoon mijn best doen. En dan komt alles vanzelf wel. En zo sta je erin. En denk je dat het ook allemaal goed gaat komen? Plek 3, haalbaar gewoon? Ja, zeker. Dat moet wel goed komen. Gaat ook goed komen. Ben ik wel overtuigd.